Sabrine Lucie, welkom bij Excelsior Rotterdam Vrouwen. Dankjewel, dankjewel. Na 11 jaar is het dan eindelijk de stap gemaakt. Hoe is deze transfer tot stand gekomen? Eigenlijk is hij al best wel een tijdje geleden begonnen. Ik was verder ook aan het kijken om toch mijn eigen ambitie en mijn eigen doelstellingen te achtervolgen eigenlijk. En ik denk dat ik hier dat het beste kan doen voor mezelf. En wat hoop je voor volgend seizoen persoonlijk? Ik hoop heel veel te gaan spelen en ik hoop belangrijk te zijn voor het team met doelpunten en veel assist hopelijk. En voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen, wat voor een type speelster ben jij? Ik ben een aanvallende speelster die intuïtief speelt, doelgericht is en een goede techniek heeft. En wat weet je eigenlijk al over de club Excelsior Rotterdam? Wat ik er een beetje van heb leren kennen is dat het best wel een fijne club is, een familieclub. Niet heel groot, maar dat is denk ik juist de kracht van Excelsior, dat het echt als collectief wordt gedaan. Dus dat gevoel zit wel goed? Tot nu toe wel, ja. Dat is mooi om te horen. Je persoonlijke doelstelling had je net al even over en teamdoelstellingen, heb je daar al over nagedacht richting volgend seizoen? Teamdoelstellingen nog niet helemaal, maar ik denk dat het met het team natuurlijk besloten gaat worden. En ik kijk er gewoon vooral heel erg naar uit om voor Excelsior te mogen spelen. En na 11 jaar ga je natuurlijk ook weg uit het oosten. Hoe denk je dat het hier in het westen aan toe gaat? Ik denk dat het wel net een andere mentaliteit zal zijn dan wij hier uit Twente gewend zijn. Maar ik denk als je gewoon goed openstelt en ook... vooral openstelt voor nieuwe dingen, dan denk ik dat het helemaal goed moet komen. Ja, natuurlijk ook volgend jaar in de voorbereiding ga je nog met Tunesië ook nog weg. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, wij spelen tussen 7 en 15 juni spelen wij kwalificatie voor de Afrika Cup tegen Egypte. 2 wedstrijden, eentje in Egypte en eentje in Tunesië. En dat is de eerste ronde, dus we hopen die door te komen. Dat is natuurlijk ook een mooie uitdaging en natuurlijk een mooie stap. Absoluut. Dit seizoen bij Twente nog even goed afsluiten en dan richting volgend jaar. Ja, ik hoop over 2 wedstrijden weten we wie de landskampioen is. En ik hoop natuurlijk dat wij met de schaal mogen eindigen. En dat ik hier als landskampioen binnen mag komen, dat zou fantastisch zijn.